Beste inwoners van Hello, we leven in een onzekere tijd. We maken ons zorgen over het welzijn van onze dierbaren, onze zorgverleners en ook onze ouderen in onze samenleving. En ook ondernemers, ZZP'ers en ook onze horeca worden diep getroffen. Dat vraagt veel van onze creativiteit en flexibiliteit. We weten immers niet hoe lang het nog gaat duren. Wat dat er gaat, zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Maandagavond was er opnieuw een persconferentie met onze minister-president. Met hem en onze ministers roep ik u met klem op de maatregelen rondom het coronavirus van het RIVM op te volgen. Houd 1,5 meter afstand. Blijf zoveel mogelijk thuis. En beperk uw bezoek thuis tot 3 personen. En was regelmatig uw handen. Zo zorgen we ervoor dat het virus zich niet verder verspreidt en kunnen zorgverleners goed hun werk blijven doen. We moeten echt allemaal ons steentje bij blijven dragen. Maar gelukkig zijn er in deze coronatijd ook lichtpunten. Er zijn veel hartverwarmende initiatieven in onze gemeente ontstaan. Via sociale media bieden mensen massaal hulp aan degenen die bang zijn voor het coronavirus of eenzaam raken. Mensen denken aan elkaar en staan voor elkaar klaar. Wij zijn trots op u, op onze inwoners, op onze gemeenschapszin. Laten we ons samen met elkaar inzetten om dit virus te bestrijden. En laten we ook opkomen voor ouderen, onze buren, de kwetsbaren die geen Twitter of Facebook hebben. Ik merk dat u ook veel vragen heeft. Wat mag nu precies wel en wat mag precies niet? Via de website van de gemeente Hello proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op al uw vragen. Het college van burgemeester en wethouders van Hello en natuurlijk ook de gemeenteraad leeft met u mee en wenst u veel gezondheid, rust en wijsheid toe. Denk goed aan elkaar. Take care.